You'll never walk alone staat hier overal bij het stadion. De supporters zijn nog altijd even goed lachs. Doet dat nog iets voor je? Ja, ik moet wel zeggen dat ik vind iedereen vrij positief en de schouders onder. En ja, alles wat je leest in sport, is iedereen blijven achter de club staan, welk niveau we ook spelen. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. En dat de steun onvoorwaardelijk is. Welk niveau en ook. Ja, wij hebben natuurlijk uiteindelijk hebben wij gefaald. Want wij hebben niet gered en ik vind dat wij het wel hadden moeten redden met onze kwaliteiten. Dus ja, we hebben niet gered, maar toch blijft iedereen achter ons staan. En ja, hoe erg het is, het blijft toch een positieve draai komt tegelijk aan. En iedereen probeert de schouders eronder te zetten om dit RKC weer op te bouwen voor een gevecht om weer zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. En jij gaat erbij zijn? Ik ben erbij. Ik heb volgend jaar nog een contract. Dus en ja, ik vind ook dat wij als spelers die gefaald hebben, dat wij ook allemaal moet uitspreken dat wij alles eraan willen doen om RKC zo snel mogelijk weer terug te brengen op het hoogste niveau. Want wij hebben tenslotte met z'n allen hebben wij het laten liggen. En ja, dat ze het in ieder geval weer terug kunnen geven aan RKC is weer een mooi jaar voor ons jaar geven. Je hebt het over alles eraan doen. Ik hoor ook elke keer over dat team van een paar jaar geleden dat zo goed presteerde. Dat het een heel hecht elftal was en dat het allemaal klopte. En iedereen ging voor elkaar door het vuur. Nou, dat hoor ik nu minder. Heb je dat gevoel gehad dit seizoen dat het ergens niet goed zat, dat het ergens mis was, dat het onderling net niet klopte allemaal? Ja, zodra je op het veld staat, heb ik dat idee niet. Dan wil je allemaal winnen bij een team. Tuurlijk heb je teams waar het één grote vriendenclub is en teams waar je wat meer groepjes hebt. Maar dat is eigenlijk overal. Maar ik denk dat het uitzonderlijk was toen wij kampioen werden 4 jaar geleden. En het jaar daarna bijna de finale van de Playoffs Europa League wonnen. Toen hadden we echt een hecht vriendenteam. Maar ja, dat heb ik ook nooit eerder meegemaakt in de voetballerij. Dus dat was eigenlijk heel bijzonder. En het is eigenlijk gewoon normaal zoals het nu gaat. Zeg maar, hè. Zo is het vaak bij alle clubs. Maar ja, uiteindelijk hebben we toen echt een heel bijzonder team gehad. En dan zag je gewoon dat je ja, na een kampioenschap gelijk uiteindelijk werden we 7e door de play-offs. Ja, met heel weinig geld, heel weinig budget zie je hoe ver je kan komen als je een echt vriendenteam hebt. En dat echt iedereen voor elkaar door het vuur gaat. En ik wil je weer terug volgend jaar. Nou, ik denk dat dat wel een basis is waar je gezien hebt dat het succes heeft gehad. Ze waren net bijna failliet, gedegradeerd. En toen hebben ze spelers gehaald, eigenlijk allemaal uit de Jupiler League. Spelers die uitgerangeerd waren. Een team samengesteld en echt puur op karakters geselecteerd. Ja, dan zie je wat je kan bereiken. En dat was ook met heel weinig geld. Dus dat is wel iets waar je aan kan spiegelen nu op dit moment. Ik wens jou een mooie zomer in elk geval. Ja, dankjewel. Okay.